Peter Bruegel, de nawe zag opstand nog het dood. Voor de wereld als gave was het bloed er nog zo rood. Als Germain zou er nog oorlog zijn. Allereerst ging hem naar Brussel, naar zijn atelier. En dan nam ze een bus, alle pensielen in wat Duits kwam mee, naar zijn Brabantse steen. Hij was nog niet vergeten waar dat ze woonhuis was. Het was wel wat versleten, de mijmel woonde in zijn kast, kapot was het vensterglas. Eerst vroeg hem om de mensen in Spanje neer nog bos, leefde naar eigen wensen, zijn ze nog even dwaas in ons land, of krijgen ze verstand? De mensen wouden bruigelen, ze hem Brabants niet verstaan. Dus is hem stil en treurig naar een café gegaan, die door in zijn jeugd al had gestaan. Hij vroeg in het zuiver Brabants de kastelein om drank. Maar de patron die zei pardon, je ne comprends pas flamand, en merdant dans le cœur du Brabant. Peter Bruegel de nawe, die docht is weer zo ver. Dat zeer de geus nog brave, dat is fijn, maar dat in het Frans nou moet zijn, dat vind ik groot chagrin. Het spons is nou verdrijven, ooit ons klaarvaderland. Maar nou hebben we gekregen, het Frans om de marolle kant, dat is boven mijn verstand. Piet Bruegel is dan droevig terug naar zijn graf gegaan. Nadat hem op zijn kamer een heel klein morren fijn schilderij vol kleur had toen ontstaan. En daarop stond geschilderd een Vlaming in het gevang. Het gevang van zijn complexe, de sleutelletterbaard, als een zaad de hoed open mocht hem vragen.